Can I see Maven's wakker? Ja, kom in de auto. Oh. Hele goede dag. Wakker? Het is vandaag donderdag. Welkom bij een nieuwe video. Het is al middag. Oh, de taxi is er al. Oh, we gaan even de taxi in. We zitten nu dus in de taxi. Oh, even uitzoomen. En je mag zo mijn telefoon, Mem. Kan je wachten tot de cirkel rond is? En dan mag je ermee spelen. Maar wij gaan dus op verzoek van jullie, een paar van jullie hadden me dat gevraagd, streetfood uitproberen. Dus ik kreeg het verzoek en de vraag of ik dat wat meer wilde laten zien. En ik dacht, why not? Dan kunnen we het gelijk proberen. Vorige keer toen we hier waren, kon dat niet. Want toen was ik zwanger en dan is dat afgeraden om streetfood te eten. En dat deed ik ook niet. Terwijl we in Japan en Korea waren. Eigenlijk best bizar, hè? Ja, Korea is helemaal leuk. En het is helemaal streetfood lifestyle, zeg maar. Nou, nu kan het wel. En ik heb deze 2, 3 meegenomen. Ik ben benieuwd. Ik had al, het is trouwens daar bij de tempel waar we van de week ook waren. Maar toen wist ik niet hoe dat het straatje was voor streetfood. Ik kan niet een rondje rijden. Wat? Ik kan niet rond. Gaat niet rond. Ga even kijken. Nu ga ik nog even. Hij is aan het laden. Komt eraan, man. Wat is dit? Weet ik niet. I don't know. Kom, we gaan eerst daar kijken. I don't know. What is that? French fries. French fries. We're not real sick. Het is niet zo zoet, je weet het. Het ziet er zoet uit. Nee. Ik weet het niet van suiker al. Waar ben je daarvoor hier? Niet van suiker. Open mind. Nee, open niet van mind. Suiker. Nee. Ah, zoet, zoet, zoet. Zo dit? Lekker. Wat is het dan? Ik heb geen idee wat het is. Niet vragen, gewoon eten. Ze verkopen het daar ook trouwens. Net de eerste hap. Maar bijten. Het is red bean paste. I like that. Pancake. Here, you can eat it. Ooh. Japanese pancakes. Het valt uit elkaar. Ga je de pancake eten? Red bean paste. Zit ook red beans bij jou? Of is dat chocolate? Red beans. Is dat red bean? It's okay. The taste is different though, so I think it's quite good. Give me another try. Ga dan praat je Engels. Oh ja, oh wel. Ja, geef maar. Maar ik ga je geven. Dus niet meer. Misschien ook wel. Goed, 40. Hè? 40. 40? Die ook? Ja.
je geven aan die meneer? Nee. Yummy? Ja? Mali? Is het yummy? Ja. Oh. Try it. Wat is dit? Try it. Ook van, het is geen suiker. Ik ga het meteen proberen. Nee, mag hier niet staan. Oh. Kijk. Hier wel. Ik heb een vis, papa. Ja? Was dat de disgusting one? Nee, het is niet de disgusting one. Disgusting one. Ja, geen idee wat het is. Delicious. Ja, delicious, hè? Smaakt wel. Ik ben echt te chagrijnig om het te vertellen. Crisismensen. Wij hadden... 7 minuten lang? Ja. Kijk dan, hier. Zo'n soort van tasting experience gedaan. Met dingen die we gekocht hadden. En dat was heel erg leuk. We hebben cijfers gegeven aan deze spullen. Dat was ook heel erg lekker. Totdat de camera viel. En nu is de footage weg. Ja. 7 minuten. Maar ook het eten. Het klinkt als een slechte grap, maar het is gewoon echt... Nee, echt. We hadden iets met bladerdeeg en zo. En zoete aardappel... Pastij. Variërend van 6 tot 8,5. Ja, en kijk dan, dit hebben we wel nog. Maar dit serieus, rijstballetjes of weet ik veel wat het is. En het is en wat gewoon we dan wel, dit was dus de achter. Heel erg. Dit is een soort pannenkoek. En vond het als dit net drop proeven? Ja, dus de structuur is van drop. Dat de structuur van drop. Maar dit is dus een soort pannenkoek, wat geen pannenkoek is. En dat zit in red bean paste. Dat, dat er zit overal in. Kijk, red bean paste zit hierin, dus binnenin. Dat is eigenlijk een beetje wat je... We kunnen wel dus eentje opmaken, dan kunnen we wel binnenkant laten. Maar dit is ook van die gefrituurde deeg. En daar binnenin, laten we te proeven, zit red bean paste. Red bean paste, again. Maar dat is dus rode bonen, denk ik. Met gewoon suiker. Kijk, moet je hem even doormidden. Kijk. Kijk, red bean paste, kijk. Kijk dan. Dat is wel lekker op zich. Ja, alleen heb ik er al 6 gehad van deze dingen. Nee, maar het is wel lekker. Ja, zeker. En we hebben ze ook... weet je wat het grappige is? Toen we het kochten hadden we geen idee wat we kochten. Want nu vertellen we vol confidence we wat dat, het hè? Is. Toen we het kochten, alles is in Japans. Kijk dan de verpakking. Hoe moet ik nou weten wat het is? Bij al die kraam is alles Japans, behalve de prijs. Ook dat. Ja, dat is ook een Japans van in, ja. Maar hier hebben we nog meer van die pannenkoekjes. Hebben we van een ander kraampje gekocht dan die wat we net openmaakten. Maar deze kun je langer bewaren en die andere maar 3 dagen. Dus deze nemen we terug mee naar Dubai. Hier hebben we ook eentje. Die is denk ik zonder die paste. Waarom zou het anders een andere kleur hebben? Zou kunnen, dat je daarom wit is. Red bean, misschien. Maar nu is onze video gewoon verpest en die ben ik echt niet blij. Ik moet wel erbij zeggen, dat zei ik ook hiervoor net, dat dit niet alles is. We hebben alleen de zoete troep eigenlijk kunnen proberen. Ja, het was een soort van undefined hapje. En het eind heeft Remco nog 1 kraampje gevonden, want alles ging dicht. We gingen best laat. Toen de tempel dicht ging, gingen de winkels ook dicht. Ik moet je eerlijk zeggen, dat ik dacht dat dat niet samen ging. Tempel dicht, kreten dicht. Kreten? Kreten zijn. Ik word eigenlijk kreten. Keten. Maar die gingen dicht. Die gingen dicht. En aan het eind had jij nog wel even snel iets
gekocht, gefrituurde vlees. Mali ook lekker vond, dus ik heb later nog eentje gehaald. Alleen weten we niet wat voor vlees, dus het is niet mijn ding dan. Ja, maar het is geen China, zeker niet in Azië. Ja, oh, ik wil niet veel zeggen. Het smaakt gewoon naar kip hoor. Huh? Maar ik weet niet of hond of kat ook naar kip smaakt. Dus ze eten hier een hond of kat. Maar nou, Korea is hondenvlees delicatessen. Ja. Daarom, in Azië, als ik niet weet wat erin zit, dan ben ik gewoon vegetarisch. Maar dat ding kostte 350 yen, dus ik denk niet dat dat een delicatesse is dan, hè? Nee, daar heb ik gelijk in. Maar stil. We gaan misschien volgende week terug. We gaan morgen naar Sapporo. Ik heb allemaal ingepakt en alles. Daardoor dat we nu pas filmen, want het is 1 uur 's nachts en de kinderen slapen. Kijk, daar. En ik moest inpakken, hun in bad doen en weet ik het allemaal. Dus vandaar dat het laat is, maar... Omdat we naar Sapporo gaan. Dat is je punt. Ja, ja. Idee. Nee, maar je loopt ook gewoon door. Ja, dit is een Remco Koolman. Ja, ik wou net zeggen. Nee, maar als we terugkomen kunnen we nog wel teruggaan. En dan voor de hartige dingen dat gaan. Dat kan, ja. Maar nu? Maar dan kunnen we toch ook ergens anders doen. Want we zijn al 2 keer daar geweest. Zijn er meer de streetfood straten? Ja, het is toch niet alleen maar de streetfood street? Ja. No, it's not. Ik denk dat er meer opties zijn. Dus mensen die in Japan zijn geweest, in Tokio, laat ons weten waar wij dat kunnen doen. Zo niet, zoek het zelf uit. Dit heb ik zelf uitgezocht. Ja, maar, okay. Maar je hebt maar 1 straat gevonden. Ik kan me niet voorstellen dat er maar 1 straat is met streetfood. Nee, oké. Okay. Iets heel bizars. Wij hebben zojuist 2 aardbevingen meegemaakt. Ja, er waren er vandaag 5 hier. Ja, 3 hebben we niet gemerkt, maar 2 die merkte we wel degelijk. Maar de eerste voelde je niet, hè? Nee, die ik aangaf. Als de kinderen in bad dan doen. Ja. Maar ik zag hem in het lijstje, want ze hebben hier zo'n lijstje. Earth Monitor. En dat was om 22:36, 20:29 en 23:04. Met Intensity 2. Dus 2 op de schaal van Richter. Nou, ons appartement ging op en neer hoor. Ja, bijzonder. En je voelt soms heel lichtelijk naar het sneller. En dan weer stopt het weer. Maar gezien het feit dat er vandaag nou is Japan zijn, gewoon een bekende plek daarvoor, hè? Ja, want het is een eiland. Ja. In de zee, best wel een grote zee ook. Volgens mij tussen Japan en Amerika is het gewoon een en al. Ja. Ja. Dus er zijn best wel veel aardbevingen hier. Waarschijnlijk de gemiddelde Japaner had niks gemerkt. Nee, die kijk hier niet van op. Maar er zijn de gebouwen er zo ook op ingesteld, hè? Dat het een beetje wiebelt. Zo. Het is wel raar. Het is wel raar. Moet ik zeggen. Ja. Ik denk, hebben we het in Nederland ooit 1 keer meegemaakt, ja? Ik heb ooit 1 keer een aardbeving meegemaakt, dat is heel lang geleden. Ik kan niet zeggen hoe lang geleden, het was heel lang geleden. Maar dan word je wakker, ik werd er wakker van straks en dat is heel raar. Want dan zie je alles bewegen. Ik denk, wat raar. Ja, dat had ik dus net ook. Ik denk, wat beweegt er nou? Ik dacht eerst dat ik een beetje spinning, weet je, dat je hoofd een beetje draait, zeg maar. Heb je zoveel gedronken? Er zat waarschijnlijk iets in die hapjes, hè? Dat dacht jij. Ja. Nee, oké. Okay. Maar ze kijken daar hier niet van op, hè? En er is ook niks gebeurd, er was geen tsunami warning of zo daarna. Maar dat kan, hè, want die dingen zijn in de zee dan, hè? Ver uit de kust. Dus dan merk je hier nog wat van, maar in de zee is de impact groter. En dan krijg je golfjes, maar die zijn er dus niet. Geen golfjes, dus geen issue. Zullen we gaan slapen? Mijn hemel, wat een lang verhaal. Je loopt ook veel, ik loop lekker mee, hè, zo zijn wij. Ja, maar ik vertel nuttige informatie. Ja, dit is buitengewoon nuttig wat ik nu vertel, zeg. Tsunami. De essentie van het verhaal, nou, dat het wat geen is tsunami dat? Is. Stel dat mensen kijken en zeggen, oh jee, je zit in Japan. En daarom komt er een tsunami. Ik denk dat als zij dit zien, denken van, oh god, er is vast geen tsunami. Het gaat goed met hun, denk ik, dat ze denken. Dat weet je niet, want het komt live en daarna weet je niet wat er daarna gebeurt. Dat weten wij ook nog niet, hè? Nee. Je hebt dit nu verteld, okay, en je weet niet wat hierna gebeurt. Oké, het is tijd voor bed. Spirit. Goed mensen, maak er iets moois van. Are we ready? No. Yes, to we go are. To yes, we are. Sapporo. Nou. We hebben dus hier alles ingepakt. Daar heb ik ook een koffer. Ding is, wij gaan 2 koffers dus opslaan in een vliegveld, bij het vliegveld. Of in het vliegveld. Hoe krijg ik dit nou erin? Hoe moet ik dat nou doen? Het zit net vast. Ik heb geen zin om de hele koffer eruit open te maken. Maar goed. Nee, wij gaan dus naar Sapporo. We gaan naar de snel, hem even. En de taxi is er al, zit al een half uur op ons te wachten. Echt, de punctuality hier is echt eng. Ja, een beetje, maar hij is gewoon veel te vroeg. Ja, dat ook. En deze nemen we mee, je fles. Gaat hier in. Hey kiddo's, kom, Mali, ga je mee of niet?
We nemen overigens maar 3 van de 5 koffers mee, want waarom zouden we alles meeschouwen? Gezien veel dingen hebben we pas weer in Dubai nodig, dus ik heb alles wat gewassen moet worden en zo heb ik gewoon in andere koffers gedaan, zodat ze gewoon opgeslagen kunnen worden daar in het vliegveld. Hey, kijk jullie Mulu kleren! Ik heb ook iets nieuws voor de kids laten maken, dit in mijn fabriek zeg maar. Ja, gewoon tracksuits. Ze hebben beide hetzelfde aan. Hoe geweldig. Ik heb zo'n zin om volgend jaar Mulu Kids te lanceren. Toch, maybe? Maybe somebody is at the door. Maybe. I think the taxi driver is at the door. Can I see how many? Oh, is er iemand? Kijken. Oh, nee, dat weet ik niet wat het is. Hallo? Hoe praat ik dan? Hallo? Huis voor de komende 4 dagen. En echt wat geweldig buiten. Ja, ik heb nog niet zoveel laten zien, maar het is best wel mooi van wat ik heb gezien. We hadden het al gelezen, maar het is inderdaad alsof we in Amerika zijn. Het is helemaal in Amerikaanse stijl gebouwd. Ik heb het gevoel alsof ik echt in Chicago of in New York ben. Chicago toch? Ja, Chicago. Chicago het meest. Ja, we zijn daar geweest ooit en Chicago, daar doet het ons echt aan denken. Het sneeuwt lekker buiten. Het is best wel een goede temperatuur ook, ja, toch? Lekker. Dus niet zo super snijdend koud. Min 8, maar het is, zo voelt het niet. Ja, min 8, maar er is geen wind. Dus het is echt lekker. We gaan ook zo even kijken of we naar buiten kunnen. Maar ik zal even laten zien waar we even blijven. Trouwens, we hebben de trein gepakt deze keer. Genomen, zou ik maar zeggen. Na Sapporo Station en van Sapporo Station zijn we met de taxi hier naartoe gekomen. Omdat het is natuurlijk vakantieseizoen, iedereen hier heeft ook vakantie. En alle, ja, weet je wel, mensen van buitenland, Japanners uit het buitenland komen hier, Australiërs zijn hier, Japanners zelf gaan binnenland op vakantie. Dus, en dit is echt zo'n ski- of wintersportgebied, zeg maar. Dus het was zo absurd duur, de taxis. Wat normaal 100 euro is, is nu 400 of 500. Dus we dachten, weet je wat? We proberen gewoon de trein uit. En het is oké, het was oké, toch? Ja, voor één het was keer niet, dan. Maar dat doen we niet meer. Volgende keer betalen we 500 euro. Volgende keer betalen we gewoon een bedrag, ja. Maar goed, ik ga jullie even laten zien waar we verblijven. Dus even voor jullie beeldvorming. Dit is de voordeur. Hier zijn we net binnengekomen. En als je dan naar links gaat, kom je gelijk in de woonkamer/slaapruimte. Zoals jullie weten is dit de gewone setup hier in Japan. Daar heb je de keuken. En ja, woongedeelte met tv. En een super luxe badkamertje, zeg maar. De badkamers zijn groot in vergelijking met de... Ja. Ja, wc met alle gemakken. Het is lekker warm. We gaan zo buiten eten, toch? Oh ja. Oh ja. Die is lekker verwarmd. Hier, gewoon spiegel. Met
borstels en tandenborstels en weet ik het. Ik hou hiervan. En hier bad douche gedeelte. In het bad kan je zitten trouwens. Hoe handig is dit? Dit is echt super handig. Douche. Maar het is altijd als je de hoofdstad uitgaat, krijg je veel meer voor je geld. Veel meer luxe. Ja, hoofdstad is altijd gewoon crappy. Dat is bij ieder hoofdstad vaak zo. Vaak wel. Ja. Ga je net naar buiten zitten. Ja. En dan komen we hier terug. Dus de voordeur. En dan heb je slippers. Hier loop je dus niet op blote voeten. Heb je altijd... Zelfs op een vliegveld, als je je schoenen moet uitdoen bij security, hebben ze slippers voor je klaarstaan. Maar dan kom je dus hier links. Dus even, daar is de voordeur. Hier is nog een kamertje. En dit is... super Japans kamertje. De meeste huizen in Japan zijn dus zo ingericht. En gewoon heel laag op de grond zitten of heel laag zitten. Je hebt daar stoelen bij dat tafeltje zonder poten. Dus dan ga je daar aan zitten. Ik ga het uitproberen, maar zo flexibel ben ik niet, denk ik. Maar dit is dus typisch Japanse kamer. En ik ga kijken of Memphis hier wil slapen. Want je hebt dus ook op de grond, leg je matrassen neer. En dan slaap je op de grond. Dat is hun cultuur. Dus hier heb je ook allemaal matrassen en dekbedden en zo. Dus dan heb je zo'n dun, dat dus, matrasje. En dan ga je daar gewoon op slapen. Ja, ik ben benieuwd. Ik vind het heel leuk dit. Heel cultureel. En verder heb je hier nog een wasmachine en een wc. Een losse wc. En that's it. En we hebben bedacht, we gaan even lekker naar buiten. Heel even, gewoon omdat we het leuk vonden. En dan komen we terug, gaan we slapen. En dan gaan we morgen op pad. Toch? Vind je niet? Ja. Oh ja, trouwens, ik draag een Mulu legging. Het is wel grappig dat ik eigenlijk van maat S nu liever een maat M draag. En het is, S is nog steeds de perfecte maat voor mij. Maar ik ben steeds meer voor comfort gegaan, zeg maar. Dus dan draag ik... maat medium met alles. En ik heb het gevoel ook best wel... Ik ben ook aangekomen in kilo's. Dus ik denk dan voor mijn gevoel... Ja, 10 kilo is toch wel wat. Dus voor mijn gevoel ben ik dan zwaarder. Dus moet ik een grotere maat. Maar gek genoeg, in maten ben ik niet zoveel... Is er niet zoveel verschil. Ik kan nog steeds alle S'jes aan die ik heb. En niks zit te strak. Dus dat is wel frappant. Maar goed, dit was dus voor de reis. En dit is dat truitje wat ik bij Uniqlo heb gekocht. Dat vind ik wel, vooral de neklijn vind ik wel leuk. Ja. Oké, ik kan niet zo staan met de baby. En ijs. Chicas. Yay, kijk, something new voor papa. Chocolate is zero. Ja, zero sugar toch? Sugar zero free. Sugar free. Sugar free chocolate. Ik ben benieuwd. Let's see dark chocolate. Toch even? Het is best wel dark chocolate-ish. Best wel lekker ook. Ja? Ja. Hey, een hele goede dag. Hallo. In Sapporo. Hallo. Vanuit Sapporo. Hallo. Het is al middag.
Gisteren zijn we laat gaan slapen, want we zijn nog een beetje centrum in geweest. Uitgeweest. Nee, maar serieus, het is een uitgaansgebied. Ja. Dus we hebben hele prostitutiescene gezien hier in Japan. Ja, heb je echt serieus meisjes die stonden daar? Gewoon, en er waren ook heel veel mannen, nu snap ik waarom. We vroegen ons al af waarom dat was. Ja. Trouwens, we lopen hier op glad ijs. Heel glad. Ja, het is echt glad. Echt glad, dus we moeten voorzichtig lopen, hè? Maar goed, we zijn nu weer op pad. Kijk, Maven hier. Hey, liefie. We zijn weer op pad dus vandaag. Hé, Memphi. Memphi. Echt, ik heb moeite, jongen, om die namen uit elkaar te houden. Mavy. Huh? Oh, dan kan je morgen hier koffie halen in de ochtend. Nee, maar we dachten eraan, we gaan even weer de stad in. Het centrumgebied van gisteren, maar dan overdag. En we moeten even wat plannen gaan maken voor kerst. Want morgen is kerstavond en overmorgen is kerstdag. Dus we dachten, we gaan lekker uit eten. Waarom stelt hij niet scherp? Deze camera is echt raar. Oh, pas op, het is hier glad. Careful, handje. Handje. Oké. Dus we gaan even reserveren bij wat restaurants, want hier vieren ze uiteraard ook kerst, dus het zal wel druk zijn. My leg is not thuis en we hebben wat kerstinkopen gedaan, inclusief een heel klein kerstboompje gekocht die we hier laten. Ik zit trouwens in die Japanse kamer en ik heb er echt een zooi van gemaakt, want ja, we moesten ergens de spullen openleggen en dat is hier geworden, maar ik ga dit nog weghalen, want het idee is, we gaan de kerstboom daar neerzetten, want overmorgen is kerst, morgen kerstavond en dan, oké, we'll find it, oké, we gaan het zoeken. En dan doen we de cadeautjes daar. Ik weet niet wat het is, maar dit werd zo verkocht. Dus bij de snoepafdeling. Maybe it's chocolate. Maybe it's chocolate? Ja. Oké, we gaan het zien met kerst. Gaan we het uitpakken, oké? Ja. Nu niet. Nee. Kerstochtend. Dan leg ik die bij de kerstboom. En als je dan wakker wordt, dan ligt daar gewoon een cadeautje voor je. Ja? Wat ook wel grappig is, ik heb dit gekocht nog. Nou, dit is voor de kids. Hello Kitty, nou dat kennen we wel, dat is Japans. Maar dit, waarom is hier zoveel Nijntje? Er is meer Nijntje merchandise hier in Japan dan in Nederland. Terwijl het een Nederlands poppetje is. Ik heb zelfs make-up sponsjes in vorm van Nijntje gekocht. Like, hoe kan dat? En dit, ja dit is van mama, dat vroeg ze net naar. Dit is om je gezicht te masseren.
Of in ieder geval in... ja, masseren heet dat. Kunnen we ook bij jou doen? Ja. Ik ga deze vanavond gebruiken, oké? Kijk, het werkt zo. Nou, het wordt ook niet duidelijk op, maar... geen zootje van maken, hè? Van de straat af. Kom, er komt de auto. Taxi al. Nou, hi, dit is de zondag. Het is kerstavond. Goedemiddag. Maar het is nog geen avond, alhoewel, bijna. Maar wij gaan op zoek naar de sneeuw, guys. We gaan even kijken waar veel sneeuw ligt, zodat de kids even wat kunnen spelen. Ja, hier gebruiken we iets anders dan Uber. Dus het zal wel. Oké, kom, let's go. We gaan naar de sneeuw. Oké, dan gaat niemand mee. Wie gaat eerst? Wie gaat eerst erin? Mali. Kijk, we zitten erin. Wasabi, kijk. Sushi in Japan, hè? Sushi country. De camera heeft problemen met focussen voor whatever reason. Moet je tikken op het scherm, toch? Ja, maar dat doet het ook niet. Maar kijk, we hebben de kerstboom gezet. Kerstavond. Kids hebben al gegeten, liggen in bed. Wij hebben sushi besteld. Ik heb de cadeautjes voor de kids van morgenochtend, want dan is het kerstdag. Dan heb ik al klaargezet. En dan gaan we morgen naar Snow World met ze. Zoiets. Toch? Zoiets voor kinderen. Voor vakanties. Voor gezinnen is dat die niet willen skiën. En toch in de sneeuw willen zijn. Nou, laten wij dat toevallig zijn. Ja. Dus wij gaan gewoon even lekker van onze me-time genieten. Dit is de eerste keer dat ik geen Home Alone kijk. Hè? Zo schat. Nee, ik heb Japans. Van de week proberen te kijken, maar toen was het op tv hier. In Japans. Het was Japans. Ja. Genoeg. Je komt nog niet verder dan arigato en konnichiwa, hè? Nee, nog niet. Nee. En hi. 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 Ja. Hi. Ja. Je mag open doen. Ja, maar maak herrie. Dus als je nog iets gaat zeggen, dan gaat dat dwars door jouw commentaar heen. Dat wil ik eigenlijk niet. Hi. Hi. Hey, goedemorgen. Merry Christmas. Merry Christmas. Het is maandag, maar
We moeten even negeren dat het maandag is. Maandag is, want we moeten nog afsluiten voor gisteren, voor vorige week. Hele week. Hele week. By the way, Mali kijkt en Memphi kijken hun eigen vlogs iedere keer terug. Dat is wel grappig eigenlijk. Dus we moeten even afsluiten. Alleen gaat het naast de tv niks worden. Dus ik moet me verplaatsen naar een andere locatie. Ja. Kijk dan. Deze trui heb je letterlijk iedere dag. Ja, meneer heeft maar één trui meegenomen. Ik dacht dat is genoeg. Naar een sneeuwgebied. Hoe bedenk je het? Ja, dat is niet trouwens. De kamerjas, wat is dit eigenlijk? Die krijg je erbij hier. Ik zei even, gisteren zei ik al van, deze vrouw kan alles sexy maken, maar dit lukt niet. Dat zei je vanochtend. Een uur geleden, maar oké. Okay. Ja, nou ja. Nou, dit ga ik dus voor de, als je dit was gisteravond, dan ga ik dus morgen ga ik dat zeggen. Dan basically. Dat is ingewikkeld, hè? Ja, dat is ingewikkeld. Dat is te ingewikkeld voor deze ochtend. Ja. Maar hij gaat koffie voor me halen. Ja. Maar wij moeten nog afsluiten voor de vlog van vorige week was de eerste week in Tokio en Sapporo, samen met Japan. En ja, ik vind het wel leuk in zowel Tokio als Japan. Tokio is Japan. Sapporo bedoel ik. Zo Tokio als Sapporo, zeg ik. Ik vind Sapporo wel eigenlijk best wel leuk. Ja, het is een heel andere vibe. Ja, heel anders. Ja, ja. Maar ik had niet willen missen. Het is wel cool. Ja, het is een hele, zeker een hele andere ervaring. Leuk. We moeten ook eens een keer naar... Heel veel Japanners hier. Naar Nagasaki en Hiroshima gaan. Ja. Ik ben wel eens naar Nagasaki geweest, maar Hiroshima nog niet. Het is heel anders. Ja. Veel meer traditioneel. Fujishima. Ja, Mali is aan het wachten op jou. Ja, dus oké, ik schiet op Mali. Dus ik moet het kort houden deze keer. Ik beloof je dan de volgende keer zal ik een langere afsluiting doen. Maar mijn dochter die vraagt nu om mijn aanwezigheid. Daar geef ik prioriteit aan. Ik neem aan dat jullie allemaal begrip voor hebben. Ga je zo met je haar naar buiten? Nee, ik doe een muts op. Wat we nog steeds niet gedaan hebben, is naar de kapper. Ik zal met mijn zoon naar de kapper gaan hier. Maar daar hebben we nog een paar dagen voor we terug zijn in Tokio. Twee. Oh, tijd cool. Anyway guys, thanks for watching. Merry Christmas! Maar heb je al gehad als je gekeken hebt? Ja, is niet echt. Oké, maar ik wens jullie toch heel Merry Christmas. Volgende keer wens ik jullie ook Happy New Year dus. Maar dan nu nog niet. Wens ik nu nog niet. Wens ik die volgende keer. Ja, dat is toch zo. Oké. Ciao!